Yo mensen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag spelen we weer Challenge MXM. In deze serie kunnen jullie als kijkers mij uitdagen om met een bepaalde klas te spelen. En dat ga ik dan ook doen. Ik speel vandaag met de klas van Jan Penninga. Hij zegt speel met de Manowar, met High Caliber, met Ello Sight, met Stok en oh my god, met Rapid Fire. Ah! Ik moet heel even oppassen, ik moet heel even... Hey, blijf van mijn fucking kerk af, mate! Maar, ja, dat is het wapen dus. Illo Sight, Stok, High Caliber, Rapid Fire en Illo Sight. That's my class for today. Dus we gaan proberen om daar zo goed mogelijk potje mee neer te zetten. Oh. En tot nu toe gaat het aardig. Maar, nu wordt het oppassen geblazen. Fuck. I fucking knew it, mate! Oh, 370 punten voor onze hater en onze powercore. Daarnaast moeten we spelen met perks, Ghost en Fast Hands en Scavenger. Dus dat is ook helemaal mooi, helemaal machtig, helemaal prachtig. Fuck. Still don't steal my tag. Oké. Dus we hebben drie perks. We hebben geen derde perk, drie dinges. Daar hadden we geen plek meer voor, zeg maar. Oh my god. Oh, nee, nee, nee. Gast! Een Vesper met een Silencer! Heb je het naar je zin dan? Naast de klas en de perks moeten we spelen met de Tempest. Met de UAV, de hater en de Powercore. En dat is het helemaal. Dus heel erg bedankt Jan voor jouw klas. Laat je nieuwe klas achter in de beschrijving. En wie weet kies ik volgende keer wel jouw klas uit. Dat zou toch hartstikke leuk zijn. Dan speel ik gewoon met jouw klas die jij hebt kunnen insturen. Meer gezelligheid, meer samen. Wij doen dit samen. Zonder jullie kan ik geen filmpjes maken. Want er kijkt er niemand naar mijn filmpjes. Hè? Dus in ieder geval thanks voor alles. En thanks voor alle reacties altijd. En de support op deze serie is super. Dus daar ben ik ook hartstikke blij mee. En we gaan gewoon lekker door met knallen. En ik vind jullie allemaal super. Toppertjes zijn jullie. Jullie zijn toppertjes. Oké. Ik vind het een hele chille klas tot nu toe. Ik dacht, ik pak gewoon eens even een beestenklas eruit. Dit is een beestenklas. Het lijkt een beetje op mijn Manowar klas, maar dan net even wat anders. Oh, kut. Dit gaat niet goed. Dit kon heel erg slecht aflopen. Maar we hebben onze fucking shrieks binnen. Dus het is helemaal niet slecht afgelopen. Ik wil die powercore, die kun je echt nergens neerzetten de laatste tijd. Maar mijn hater zit in de lucht. Mijn powercore is aan mijn zijde. En kijk die fucking assist. Gaan man in het beeld. Ze gaan helemaal woos. Oh nee, we gaan niet mijn hater eruit schieten, meneer. Fuck. Ja, dit is niet de bedoeling. Hij komt hier. Hé maat. How are you then? Oh. Dus je kan gewoon een hele slechte klas insturen. Maar zoals je ziet vandaag, je kan ook hele goede klasses insturen. Ik vind het allemaal leuk. We gaan nu even lekker bezig met deze klas. En ik ga proberen er een heel vet potje van te maken. Ik speel nooit met de Tempest. Dus daar ben ik geen held mee. En... Oh. Ik moet gewoon eigenlijk één iemand even raken daarboven. Maar dat gaat ons niet lukken, helaas. Ah, en dan worden we gekild door Sammy met zijn silenced Vesper. En dat vind ik nou een beetje jammer. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Oh shit. Assist. Hoe dan? Het leek alsof die vent eerder dood ging dan dat ik hem kilde. Oké. We are in the building. Oh man, zoveel tags. Zoveel tags. Teammates, omdraaien, teammates. Dit gaat niet goed. Het gaat fout. Call of Duty gaat fout. Ze zitten in de garage. Hé maat. 3 tags om mijn rij. En dan zijn we blij. Oh! Nee, nee, nee. Kut! Hoe ben ik dood? Oh hem. Waarom speel je in godsnaam met deze scope op dat wapen? We gaan fucking beest. Oh, we hebben onze nieuwe schrieks. Kijk, dat is altijd welkom. Powercore kan nergens neerzetten. Maar we hebben onze nieuwe hater, onze nieuwe Powercore. En dat betekent dat we weer helemaal los kunnen gaan. Lekker go, let's go. Ik heb er zin in. Kom op. Nee man, ik ben... Oh my god. Iemand heeft raps gehaald, ja. Hoe zal dat nou komen, hè? Dat vind ik altijd jammer aan support streaks als je solo speelt. Want teammates die wel met killende score streaks spelen, die halen dan hun streaks. En dat is eigenlijk precies wat er nu gebeurt. Nu heeft iemand raps gehaald. En ja, dat komt waarschijnlijk door mijn Powercore en door mijn hater. En dat is altijd het nadeel van solo spelen met support streaks. Oh shit. Nu ben ik helemaal afgeleid door al die raps om me heen. Het is helemaal... Het gaat fout. Het gaat fout. Maar we gaan nu even tempesten. Tempest time. Zat er nou iemand? Of was dat een dooie? Ja, zie je, daar gaat het. Ik kom nu niemand meer tegen. De raps pakken alle kills. Oh, oh. Oh, oké, we hebben hem nog. We hebben hem nog. Over 4 tagjes zit het potje er alweer op. En dan kan ik je vertellen dat dit wel een lekker potje was, hoor. Oké, ik zie daar even iedereen one-shot. En ja, het potje zit er alweer op, jongens. 49-8. Het potje duurde echt fucking... Het ging echt heel snel. Het was een lekker potje, jongens. Laat je nieuwe challenges achter in de reactie doen. Volledige klas. Game mode, specialist, score streaks, alles erop en eraan. Dus ik heb een blauw duimpje omhoog als je deze serie leuk vindt. Thanks voor jullie support op deze serie. Volg me ook op Twitter, Instagram, Twitch en Snapchat. Linkjes zijn allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video, jongens. Later.